basement where they will put something like Ivar, you know, did you try the Ivar? Yeah. Ivar, rakia, some juices, what they are, the boy. It will be opened and celebration. Yeah. Yes, yes, yes. And a special flavor and special. Voor mensen die op zijn Nederlands gesteld zijn, hoeveel minuten, hoe lang? I mean to be in the restaurant, but it will be on some open meadow. People will make. Leaves in water and then leave it week smash, or so. Yes, smash the leaves, put it in the pot with water, leave it like that. Kijk, wel moeilijk te zien hier niet zo koud, maar dan ligt er ook een vaak hondsdraad naast. En hondsdraad. Wees dan werkt. Oh, een beetje. We gaan ook vaak dus mengen en die smeerwatten met de groen. From the animals, we have most of all we have rabbits. From the trees, what? From the animals, we have most of all we have rabbits. We have a law that is preventing the wolves from killing, because in the rest of the Europe. En er kwam ook op bepaalde plekken. It's academy for traditional folk music. You can zelfs een magisteren. Hier lukt in. Hier komt de bas naar buiten. Hier is het solo gedeelte. Die kun je losmaken en alleen maar met dat dingetje spelen. Maar het is wel mooier als die hele complete doedelzak is. Wat ook belangrijk is,
Dat wil niet per definitie zeggen dat het uitsluitend Macedonisch instrument is. Dat dudelzak is een middeleeuws instrument. Dat werd vroeger ook in Nederland toegepast. In het grote cafés of restaurants. Als je schilderij bekijkt van meesters uit die tijd, kun je vaak zien dat de dudelzak ergens in de achtergrond uitgebeeld was. Dus dat is een instrument die bij ons in de traditie is gebleven, terwijl in het Westen is dan verdwenen. Als wij dan niet de traditie zouden behouden hebben, was het waarschijnlijk hier ook niet alleen maar gitaar gespeeld. Aha. Ja. En hoe noemen ze dit, deze mensen? Dat noemen ze prim in Macedonië. Andere mensen noemen mandolijn.